Als ik aan 100 jaar SGP denk, dan overheerst het woord dankbaar. Dankbaar voor wat God gaf in de afgelopen periode. Maar ook dankbaar voor het feit dat we ook vandaag nog voluit kunnen participeren, ook in de Eerste Kamer. Als ik denk aan 100 jaar SGP, dan denk ik aan vertrouwen. Vertrouwen in de aanstaande waterschap en provinciale statenverkiezingen. En aan het vertrouwen dat onze achterban de afgelopen jaren heeft gegeven. Als ik aan 100 jaar SGP denk, dan denk ik aan vrede. Vrede op het platteland. In een samenleving waar mensen vreedzaam samenleven. Boeren, burgers en buitenlui. En dat bij een open Bijbel, waar ruimte is voor iedereen. Als ik aan 100 jaar SGP denk, denk ik aan het woordje leven. De SGP heeft zich de afgelopen 100 jaar ingezet voor het leven. Het ongeboren leven en het geboren leven. Ook in 2019 zet de SGP zich in voor het leven. Als ik denk aan 100 jaar SGP, denk ik aan het woord verbinding. De SGP was de afgelopen 100 jaar in staat om verbinding te leggen vanuit de open Bijbel met de achterban en met andere politieke partijen. Dat wekt al jaren een vertrouwd gezicht. Namens de SGP wens ik u alle goeds voor 2019 en gezegende kerstdagen.